stream. Dus, nou, dan pakken wij ondertussen deze er zo meteen bij. En Nico, dankjewel voor de resubscriptie. Voor 25 maandjes alweer. Hello colleague, today you are taking over a special train of the Deutsche Bahn Foundation to Mainz. Now pull into platform 5 and let passengers board your train there. Pay attention to the respective signal position on the track and to the weather. And adjust your driving style accordingly. Have a good journey. Ik vind het goed. Ik heb hier geen train number. Dat is de frame rate. Dat is die. Ik ben lui, ik gebruik dat ding. Dus dan zet ik het kaartje alvast aan. Dit gaat mij zo irriteren, dit raam. Dat kan ik je nu al garanderen. Completed. Mooi. Oh, dat gaat me zo irriteren, dat ding. Huppa. Kijk eens om. Waar rijden we mee met de 103? In CEE-kleur. Dan maar niet. Nieuwe jongen, tweedehands, niet betalen. Het is allemaal duur. Nou, we zijn in ieder geval in Koblenz. We gaan naar Mainz, dat is hier, en hier is Frankfurt. Dat in 51. Gaat steeds sneller. Want we moeten naar spoor 5 en ik dacht spoor 5. Ja, spoor 5 is. Daar zit onze flirt voor.
Wish, 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 wishy wash. Dank je, Rutger. Past perfect bij het weer. Ik zag in Enschede vandaag rijden geen treinen en naar Zwolle verpand met onderbezetting. Ja, er is sowieso heel erg onderbezetting. Het oosten was voornamelijk gespaard gebleven, maar ook langzaam hier begint het een beetje. Maar gelukkig heb je overdag, ja, dan doen ze waarschijnlijk, zullen ze heel snel de Intercity eruit doen, zeg maar. De Intercity Enschede Zwolle. Dan doen ze die er heel vaak snel uit, dan rijdt de normale treinen rijden gewoon door stoptreinen. Maar het kan zijn dat die dan op een moment ook een uursdienst gaan doen. Dus, zoveel zin. Door de week is die in ieder geval genoeg. Trein in ieder geval. Maar ik zie ook wel eens een keer collega's op de weg zo van... Ja, mijn trein niet, dus mijn trein rijdt niet, dus ik ben laat. Even kijken, nou, we hoeven alleen maar te stoppen in Mainz hierna. Dus, dat is mooi. Zo. Nou, wij kunnen in ieder geval van gaan. Wij gaan in ieder geval op. We kunnen niet gaan. Nu kunnen wij gaan. Oh, dat zeker. De Rheingold-club wagon bij ons. Nou, we hebben in ieder geval al 85 volledig, dus dat is in ieder geval goed. Maar dit is in principe al een vrij oude trein. Deze heeft volgens mij voor de Railroads al in 2013 uitgepast, dus al bijna 10 jaar geleden alweer. En toch is dit nog steeds wel een van de mooie treinen, hoor. Dus qua spul is, laten we zo zeggen, firmware behoorlijk goed. Op een of andere manier heeft hij zijn achterlichten. Hij heeft zijn achterlichten wel aan, maar hij laat ze niet zien. Goed. Oké.
kijk, toch praten zo. Modern, oud. Maar je merkt het wel als je bijvoorbeeld hier zit aan... laten we zo zeggen, dit is niet de hoogste resolutie wat we hebben. Wheel slip, meep, meep. Steven gaat verder met een scenario. Ik zou zeggen, is dat met een, is dat met in de winter met een sneeuwpop of zo? Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn Stiftung begrüßen wir alle in Koblenz im Sonderzug eingestiegenen Fahrgäste zur Fahrt Frankfurt über Mainz. Bitte beachten Sie, der nächste Halt wäre dann Mainz. Dort vor Ort findet eine kleine Veranstaltung statt. Das Zugbegleitpersonal sowie die Verantwortlichen der Deutschen Bahn Stiftung werden Sie hierüber nochmal getrennt informieren. Oh, SRM, goedenavond trouwens, welkom. Dankjewel voor de draaiogel. Stefan, ik dacht al aan te denken om die dan toch maar weer een keer gaan weghalen, maar... Nu jij die waarschijnlijk die andere toch zo echt helemaal tof vindt, echt de meest geweldige die er is, lijkt die er mooi in. Nee, hoor, ik aan de andere kant. Och ja, maar ik heb zo'n situatie als keer gehad onderweg naar huis op een zondag. Nou, laten we zo zeggen. Mijn trein had 5 minuten vertraging en de bus die was weg. Dus ik kon 55 minuten tot een uur gaan zitten wachten. En het was niet warm. dus dat is rip. Het is maar eigenlijk maar 1 keer gebeurd, maar blijf je wel bij. Ik heb wel eens een keer gehad met een aansluiting met een half uur of zo. Ja, dat vind ik niet erg. Laten we zo zeggen, ik ben door de week al een half uur aansluiting gewend, dus... Maar dat was ook bij... Laatst onderweg naar huis. Ik dacht van, nou, ik ga op mijn normale tijd naar huis. Nou, mijn bus die ik moest hebben, die was 5 minuten, 6 minuten later. En het duurde erg lang en het was dus bij elke halte eigenlijk. Die wachten op alles, bij elke halte. En dan vervolgens dan red je de overstap niet. En dan kom je op het station en dan kun je wachten tot de volgende van een half uur later, zo wat. En dan kom je de collega tegen die een half uur later wegging en op station stond. Zo, hey, gezellig.
hem niet had gezien of zo. Als Steven, als het donker is, altijd een lampje bij je dragen. Want als jij in het donker staat en er is naast een grote weg bijvoorbeeld de oude N18 of zo, met niks om je heen dan alleen donker. Ja, als je dan geen lampje hebt en je bus rijdt er voorbij, dan ben jij gewoon zelf dom. Zo aan de letter was. Ja, dat denk je zo van, nou, laten we maar even gaan zwaaien. Maar nee hoor. Op het achter weer. Ja, er zijn buschauffeurs die denken vervolgens zo van, ik sla wel over. Ja, sorry. Er zijn andere buschauffeurs die gaan vol in de ankers en dan moet je inderdaad een stukje wandelen. Oh, 110. Iets meer dan 110 afgeremd, maar goed. Ja, dat verschilt inderdaad ook per buschauffeur. Maar ik heb al eens een keer gehoord, de tijden zeg maar op tussen haltes zijn zeg maar gebaseerd op 70 km per uur. Dus als jij dan eens een keer wat vertraging hebt, dan kun je, want die bussen zijn gelimiteerd op 85. In ieder geval de meeste. Diegenen die op de snelweg moeten kunnen wat harder. Maar dan zijn ze in ieder geval elektronisch gelimiteerd op 85. Dus dan kunnen ze wat bijtrappen om wat tijd in te halen. En dan heb je altijd wat tijd over. En voornamelijk hier in het oosten, tussen de innerlaatste en de laatste halte, zat er zo wat bijna 5 minuten. Terwijl dat letterlijk maar 2 minuten is. Dus dat helpt ook. Kijk, we moeten zometeen toch 100, dus... Nu lopen ze in één keer synchroon. TS, please.
Is dit de normale versie van de route? Dit is de normale versie inderdaad, ja. Volgens mij heb ik eigenlijk op deze route nog nooit in een hals mijn pek gehaald, volgens mij. Het is in principe niet voor elke route nodig, maar voor een aantal zeker wel. Bijvoorbeeld, diegene die ik ook altijd heb, is altijd... wat is Lübeck Kiel of zo? Nee, niet Lübeck Kiel. Of wel. In ieder geval diegene die heerlijk noordelijke, zeg maar, die diesellijntje. Als je die zonder een hals in het pakket of... Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik hem deed, toen ontbrak er namelijk iets. Toen had ik allemaal alleen maar mis een taxi wonen. Ik snap niet waarom deze niet doet. Maar goed. Zucht. Wie nou weer? Oké, smijten we deze ook maar weer het raam uit. Zo. Opgeruimd staat netjes. Naar station gereden werd. Ik heb dat al eens een keer gehad, Stefan. Toen ik in Enschede wachtte, had de bus die ik moest hebben blijkbaar in één keer plus 11 met vertrek van de vertrektijd. Sloeg een heel swik over en ging via de Grootweg, via de Westerval. Ging die gewoon rechtdoor naar het station. Oké. Ik heb geen idee of we dit gaan redden. Ik hoop het wel. Denied, ook nog. Goedenavond en welkom. En waar zitten wij nou weer vast? Omdat natuurlijk de trein voor ons vast zat. Dat was een rip indeed. Nou, ik ben ondertussen al in contact getreden met de treindienstleiding of de vaardienstleiding, bla bla bla. Dus, ja. Hij staat ergens op een bepaalde tijd te wachten of zo. En dan gaat hij zotten met de hoge snelte vandoor, want dit is een van de oudste locks in de game. Ik kan toch de tekst hier wel zien. Oh ja, dat wel. Maar we zullen het wel zien. Ja, hallo, vaardienstleiter. Es war rot, aber zoek bremste niets genoeg. Leon, goedenavond, welkom. Ik hoop alleen niet dat ik het scenario nu heb verbrijzeld vanwege mijn stop, maar ik denk het niet. Want hij telt nog steeds niet op, dus het loopt nog steeds zoals het zou moeten volgens mij.
Wat is er stil hier? Nou, kunnen wij ondertussen wel genieten in de bar. Misschien niet. Gaan we weer gewoon een scenario knutselen. Ik heb het inmiddels in AI staan. No. Hé, hey, kijk, daar gaat hij al. Kijk, nu mogen wij gaan. Misschien handig om eerst de rem eraf te laten gaan. Vardy's lighting zei oké. En dan kunnen we gaan. Laat maar even wat voorzichtig gaan starten. Steeds 70-85 knipperend. Ah, kijk, hij is al opgehouden met knipperen. En we hebben een groen sein, dus wij kunnen weer wat harder gaan rijden. Ik heb een vlekje op de monitor wat heel suspicious lijkt op een waterdruppel. Maar dat is het niet. Dat is beter. Nu is die weg. Hij staat precies op het punt waar elke keer zo'n waterdruppeltje elke keer verscheen. Zo. 100.
was eigenlijk een lekker rustige rit. Behalve die flinke afrem in één keer. Laten we zo zeggen, noodrem. Een oud model, dit kan niet eens bewegen, de ramen en wat dan ook. Hè? Sankt Goor Vellen. Ah, volgens mij staat hier de trein die ons in de weg zat. Vrij of weer werken, shish. Yes, december inderdaad. Gaat alweer snel. Ja, Laura Lee of zoiets, dat is hier. Dacht ik. Als ik tenminste moet geloven wat op de kaart staat. Ik bedoel, 5, precies. Oeh, ICE. Dat is een tilting, ook nog. Thank you.
Ja, ze hebben helaas de lijn, zeg maar, als je op de kaart... dacht er van lawaai in één keer. Als je kijkt, zeg maar, hier waar we hier zitten... de overkant is helaas niet gemodelleerd. Dat is wel jammer. Ja, ik moet ook werken tussen kerst en oud en nieuw. Maar als het goed is, het is dan voor onze klanten een beetje wat rustige periode. Dus dan zullen we waarschijnlijk wel weer wat minder te doen hebben. Nou, misschien wel. Ik moet mijn vakantie voor volgend jaar nog een keer inboeken. Ook even kijken wanneer ik vrij wil. Een beetje handige tijden plannen. Ja, maandag zijn we inderdaad. Maandag is het kerst. Dus dan is eigenlijk in principe iedereen vrij. Wij in ieder geval wel. We zijn gewoon dicht. Nou, en hoe ver ben je er dan mee, Stefan? Ben je al bijna klaar? Of ben je klaar? Of is er zo van, ik heb nog wel 6 weken en dan over... en over 3 weken of ik heb nog 3 weken, misschien moet ik een keertje gaan beginnen. En dan met nog een week te gaan van, verdorie, ik had alles al af kunnen hebben en rust kunnen hebben, maar nee, ik moest alles op laatste moment doen. Ik heb niet zo heel veel over, dus dat zie ik voor volgend jaar wel weer. Mooi, we kunnen optrekken naar 140. Jezus, werd al tijd. Pingen mogen 160. Je merkt het eigenlijk bijna niet eens dat je gewoon zomaar in één keer 140 rijdt. Twee dagen vrij kunnen je 20 uur aan verloren uren. Dat is bijna 2,5. Oeh, crap. Oeh, crap. Oeh. Hij is net groen geworden. Laat maar ietsjes gaan afremmen dan.
Ja, wij mogen maximaal 200. Nou, we zullen het wel zien. Ja, ik denk dat ze, want het zijn nu, zo te zien, langere blokken. Dus ik denk dat hij een beetje voor ons zit. Ja, hij rijdt een stukje voor ons. Ik denk als we wat rustig optrekken, dat we hem nog wel uit kunnen laten lopen. Sifa. 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 Dankjewel. En dan Sifa zwangsbremse. Het past allemaal bij elkaar. Ding, Sturong en Nederland-Duitsland. Zou het zijn als een Nederlandse trein Sturong zou roepen tegen jou in één keer? Storing. Storing. Ja, wat voor storing? Wel een beetje mooi, de snelheid eigenlijk een beetje aan nu. Trechtingshausen. Hausen.
Störung. Voordat onze remmen eraf zijn nu. In een of andere manier willen de remmen er niet af nu. Oh, nu gaan ze er wel af. Kunnen we weer gaan. Hey, het zijn vast tenminste groen. Wat? Ik moet zeggen, ik heb precies zo'n goede moment de Siva uitgezet, want dat ding afging blaren. Waar zitten wij? Ah, hier. Nou, hier is Bingen. Dus dan gaan we als het goed is de rivier over en dan gaan we wat sneller rijden. Ik moet zeggen, lekker druk op de route vandaag. Ja, het is een drukke route. Dus, lekker doortrekken.
een tweede AI is neergezet en ingepland. Oh, oh, oh. Het moet niet gekker worden, Stefan. Nee, volgens mij niet. Ik dacht al, ik drukte naar hem drouw op, maar ik hoorde niks, dus... Maar voor het geval, wat dat verschilt per route nog wel eens een keer. En qua maken, zeg maar, hoe die erop reageert, zeg maar. Pedal to the metal. Of misschien niet helemaal. Zet die goederentrein nog voor ons zeker? Oh ja hoor. Ik zal eens proberen of ik ze weer in sync kan krijgen. Ik kan ook de rechter nu volledig uitzetten. Dat beter. Ga ik de linker uitzetten? Nee, niet de rechter, de linker. Vijftig een stukje.
Kijk, Stefan is er mee eens. Die doet ze always treinen crashen. Dan komt dus altijd, ja maar. Ja maar, hey. Oh, crap. En niet genoeg snel afgeruimd naar 80, dat kan ook. Wij zijn gearriveerd tot eindbestemming. Dames en heren, u kunt nu genieten van een mooi uitzicht. Van goederenwagons. Wat een uitzicht voor eten, hè? Shish. Overbreng de toetje maar. We hebben groen, geen PCB-restrictie, dus... Voordeel, waarschijnlijk zal de goederentrein nu een stukje verder weg zijn. Ingelheim am Rhein.
Zo. 159. 160. Mooie snelheid. Het transport inderdaad een goedenavond en de Otsen ook goedenavond en welkom. Bruin in plaats van grijs. Bruin en brons. Ik rem toch af. Stom ding. Oh. Ik krijg niet. Ik heb bevestigd. Ik krijg niet eens de tijd om. Wij moeten de trein even inspecteren. Nou, rem je ook nog af of... Ik heb geen idee wat hij nu aan het doen is. Hoe heeft hij hem gepakt? Stilte. Ja. Ik weet het niet. Ik kreeg een bevestiging om af te remmen richting natuurlijk richting de 85 en dan richting 0. Maar waarschijnlijk is die afstand zo te kort dat ik denk zo van je rijdt nu al veel te hard om af te remmen, dus ik gooi je in de noodrem. Terwijl ik letterlijk daarvoor geen waarschuwing heb gehad of wat dan ook. Maar goed, we zijn er bijna. En die goedenavond en welkom.
Zo. Opgeruimd staat netjes. Nou, daar in ieder geval geen last meer van. Leider heeft al, ik weet niet hoeveel telefoontje van meldingen of van PCP noodremmen gaat. Noor, die negeert hij ondertussen. Ja, fot met de pruttel en zo. Hoppa. Hoezo is dit veilig? Volgens mij is dit niet veilig. Je gaat dwars door de trein heen. Nou ja. Ik heb geen idee waar onze goederentrein is gebleven. Die is volgens mij in het portaal gedoken. Sehr geehrte Fahrgäste. Der nächste Halt wäre dann in diesem Fall Mainz. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Alle weiteren Informationen teilen Ihnen die Kollegen der Deutschen Bahn Stiftung vor Ort mit. Nog een paar rollen staal hebben. Wel meer dan een paar rollen.
Sticky bricks. Kom aan, rollen rustig aan Mainz Hauptbahnhof binnen. Natuurlijk mis ik op dat moment net natuurlijk weer de PCB-melding, maar we zijn gearriveerd. Ik geef het op, goed. Ik keur hem prima. Nou, ik keur hem niet prima. Ik vind het ook goed, de deuren gaan open, we zijn gearriveerd, mensen. Deurtjes open, klaar nu mee voor vandaag. Ik vind het prima. Zucht. Wat dan, je complete scenario successfully? Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal...